mij, na heel veel gejank en frustratie, doet mijn telefoon het wel. Ik heb net wat gedaan wat ik helemaal niet heb aangekondigd voor jullie. Mijn spiraal is eruit. En toen dacht ik, nee, nu heeft iedereen in het traphuis last van mijn brandalarm. Wij gaan sushi maken. Stefanie had een tijdje geleden in Meisje Keesje gespeeld. Hoi, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Dit keer even anders dan normaal. Het zijn namelijk 2 weekvlogs in 1, of 2 weken in 1 eigenlijk. Ik heb de leukste stukjes gepakt en een stukje waarvan ik dacht dat jullie het leuk zouden vinden. Dus veel kijkplezier en volgende keer is het wel normaal. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en het is geen maandag. Ik ben pas vandaag begonnen met de weekvlog. Omdat ik moest acclimatiseren in het nieuwe huis. Ik heb een beetje problemen met mijn telefoon. Die doet dat heeft het dit. Dus ik kan niks. En eigenlijk moet ik ook allemaal dingen gaan doen. Naar de Gamma om dingen te halen. Maar ik ga niet het huis uit zonder telefoon. Ik moet volgens mij ook kunnen laten zien dat ik, zeg maar, het zit er allemaal op mijn ding. Dat ik natuurlijk dat heb besteld. Dus dat is best wel kut. Tot hoe laat is de Gamma open? Want anders ga ik gewoon lekker met Stefan vandaag. En eigenlijk moet ik ook nog een vlog editen en een foto maken voor een campagne. Dus ik denk dat ik zo in ieder geval even morgen douchen. En me opmaken en een foto maken en editen. Maar het is zo gezeik. En Jelle kwam langs net eventjes. En vanochtend kwam er ook iemand langs om het fornuis te fixen, want die deed het niet. En Jelle heeft ons hele leuke kopjes gegeven. Kijk. Wij zijn natuurlijk ook naar Samos geweest. En zij waren ook net naar Samos geweest. En toen hebben ze deze gegeven. En deze. Superleuk. Dus ik zei, dit wordt mijnes. En dat dacht zij ook al. Hoi. Na heel veel gejank en frustratie doet mijn telefoon het wel. Maar wil hij niet alle gegevens overzetten. Dus dat is een beetje stom. En omdat ik de hele dag al niet op mijn telefoon heb gekund, kan ik ook niet, zeg maar, werken. Dus campagnefoto's schieten en zo, dat lukte allemaal niet. Dus dat, dat heeft Stef nu gedaan voor mij. En ik moet nog wel even de vakantievlog editen vanavond. Maar ja, het is wat het is. We hebben wel een ding bij ons balkon erbij. We hebben bamboe. En daar, het was tot daar, zeg maar hier, wil ik een leuk plantje doen. Maar hoe cute is dit met dat bankje zo erbij. Helemaal fantastisch. Ik maak mijn watjes altijd een beetje nat. En dan, tenminste als ik dit doe, en dan wil ik met dit spul eerst mijn oogmake-up eraf halen. Eerst laat ik het een beetje zo nat worden en dan langzamerhand ga ik rustig een beetje wrijven. Ik heb mijn sportleen thuis aan, want ik wilde gaan sporten vandaag. Het komt Stef thuis, ze wil niet sporten. En dan is nog niet alles weg, maar dan doe ik alvast het andere oog. En dan doe ik nog een beetje met mijn handen langs mijn wimpers, want ik merk dat ik dan... En minder hard hoef te wrijven met een watje. En het een soort van met mijn handen nog af kan weken. Want die zijn ook warm. En dan weet je gewoon een beetje wat je doet. In plaats van dat je heel hard met een watje gaat wrijven. En dan sta ik eventjes zo in de badkamer. En dan doen we dat bij dit oog ook nog. Dan gebruik ik deze. Dan maak ik mijn handen nat. Een klein beetje op mijn handen. Nou, je ziet het niet heel goed, maar... En dan doe ik haal deurmaan. Begin van mijn meeste weg. Dan haal ik het van mijn gezicht met een natwasvriendje. Dan om te double cleansen gebruik ik deze. Ik wilde hier op tik om het scherp te stellen. Ik gebruikte eerst een tonic van Nivea, maar ik heb me laatst heel erg verdiept in welke skincare producten je kan gebruiken en welke niet. Voor wat voor soort huid en wat is. En ik dacht dat toner gewoon alles schoonmaakte, maar eigenlijk doet dat het niet helemaal. Al wat rijstbuim leeg. Oké, ik ga verder met mijn telefoon filmen. Zo, helemaal flits. Ik had dus, wat ik zei, me heel erg verdiept in skincare. En in dat Nivea was ook nog eens zo dat er een product in zit wat niet altijd goed is als je last hebt van acne. Nivea is verder gewoon een topmerk. Ik heb het ook daar, dat voor mijn ogen, niks hiervan is trouwens gesponsord. Maar er zit castorolie in en dat werkt niet zo goed lekker bij mij. Dus dit gebruik ik een klein beetje op mijn watje. En dit doe ik om de laatste restjes van mijn make-up nog te verwijderen. En dit is een best wel milde reiniging. Als je een hele gevoelige huid hebt, probeer dan ook parfum of producten met heel veel parfum erin te vermijden. En producten met alcohol. Ik ben trouwens geen specialist op
dit gebied. Dus ik zeg alleen maar wat ik doe en wat ik heb geleerd van research. Kijk, dan krijg je nog steeds dit. Dat is nog best wel veel spul. Dan laat ik dat altijd een beetje drogen. En vaak gebruik ik daar een waaiertje voor. Dat vind ik chill, dan droogt het even snel. Dan gebruik ik deze. Ik hoop dat je het goed ziet. Dat is de Paula's Choice Skin Perfecting 2% PHA Liquid Exfoliant. En dat is eigenlijk een soort scrub, maar dat is een chemische scrub. En dat klinkt alsof het heel slecht is voor huid, maar dat is beter dan het echt, zeg maar. En een geluidseffect erbij. Exfolieert. Volgens mij zeg ik het nu goed. Ik hoop dat ik het allemaal goed heb begrepen. En dat wrijf ik dan eigenlijk over. De lijst hoeft nu iets van mijn gezicht afhaal, maar... doe ik het er nu zeg maar opsmeren. Deze routine doe ik trouwens ook elke ochtend eigenlijk. Alleen zometeen ga je zien dat ik zometeen een moisturizer op doe. En 's ochtends doe ik een SPF op, dus een zonnebrand. Nu ga ik deze gebruiken. Daar had ik ook een cleanser van en dit is de toner. En dan doe ik zo. En dan heb ik het zo in mijn gezicht. Want als je het doet, heb ik gehoord, neemt je huid het beter op. Ik heb trouwens best wel vaak last van puistjes. Best wel snel ook. En ik heb heel veel meters hier. Vind ik echt heel lelijk. En best wel veel dit ik. Dus vandaar dat ik ook iets goed hier. Nou, dan zijn we bijna klaar. Ik kan het ook pakken. Dan gebruik ik nog een moisturizer. Van het merk. Ik hoor jou gewoon hoor. Niet te vinden. Wat? Ik ben klaar. En als ik echt een best wel droge huid heb, dan gebruik ik ook nog deze. De Midnight Recovery van Kiehl's. Maar daar heb ik nu even geen zin in. Oh ja, goed dat ik deze heb neergelegd bij mijn dingetje. Dat is de X-Lash Eyelash Serum. Die ga ik nu ook gebruiken. Dat is voor een samenwerking. Maar ik moet het natuurlijk eerst eventjes gebruiken. En dan kan ik het resultaat ook laten zien. Dus die moet ik nu ook elke avond op mijn wimperrand aanbrengen. Dus dat is ook nu toegevoegd. En dan doe ik dat en dan poets ik mijn tanden. Als je het interessant vindt. Met een elektrische tandenborstel. En dan ga ik slapen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik heb net wat gedaan wat ik helemaal niet heb aangekondigd voor jullie. Ook niet echt voor mezelf. Mijn spiraal is eruit. En ik heb hem eruit laten halen omdat ik echt heel veel buikpijn had. De draadjes die waren te kort afgeknipt, waardoor de draadjes gaan normaal een soort van om je baarmoedermond krullen. En dat was niet zo bij mij. Omdat ze dus te kort waren, dan valt er niet zoveel te krullen, zeg maar. Nou, nu heb ik een prikpil en over 14 dagen ben ik pas veilig. Nice, nice information. Maar dat deed ook wel pijn en die moet je dan in je bil laten zetten. Maar ik had echt heel veel buikpijn van het spiraal, dus daar ben ik nu helemaal klaar mee. Ik heb heel veel geslapen. Ah, mijn bil doet echt pijn. Ik heb die prik dus vandaag ingehad natuurlijk. Oh, het doet echt pijn. Echt een soort, ja, een soort spierpijn eigenlijk in één bil. Ik ga trouwens een tosti eten met chili saus. Oh, dit moet ik even opruimen. Kijk trouwens, ze hebben zo vaak even Jinek of Jinek terug. Vind ik echt een leuk programma. Leerzaam en interessant. Maar misschien vinden jullie het allemaal niet interessant eigenlijk. Sorry trouwens, dat zit een beetje in een
wat eigenlijk verneuk te zeggen, een rukvlog is. Maar deze week ging niet zo lekker. Eigenlijk. Ik weet het. Heel moe, heel veel geslapen. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlandse schrijver de International Booker Prize gewonnen. Marika Lucas Rijnveld is hier. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik had verwacht dat ze zeg maar iemand zou aankondigen van 30, maar die ging leuk 16. Nou, ik ga even mijn tosti opknabbelen. Ik ging dus net tosti's bouwen en toen ging het brandalarm af. Heel hard en vervelend. En toen ging ik naar buiten, want ik dacht ik moet nu het brandalarm uit en ik kreeg hem niet uit. En toen heb ik alle stoppen zo naar beneden gedaan en toen ging het alsnog niet uit. Dus blijkbaar werkte het brandalarm niet op je normale stroom. En toen ging ik naar de buren, want ik dacht de buren kunnen mij vast helpen met het brandalarm. En toen dacht ik, nee, nu heeft iedereen in het traphuis last van mijn brandalarm. Dus toen heb ik de deuren dicht gedaan, achter me dicht getrokken zonder sleutel en geen schoenen aan. Maar gelukkig heeft een vriend van mijn buur, dus eigenlijk mijn buurman, de sleutel opgehaald bij Stefan op zijn werk. Want Stefan kon niet weg van zijn werk, nu zit ik weer thuis. Hoi. Hey. Ik wilde even zeggen dat ik was vergeten om naar de Jumbo te gaan, sorry. Naar de? Jumbo. Ah. En nu? Gaan we samen. Ja, broodjes en bananen en nog wat volgens mij. Oh ja. Oké. Okay. Hoe komt het dat je dat vergeten bent dan? Weet ik niet. Weet ik niet. Ben je in slaap gevallen? Nee, dat niet misschien. Ja. Wel dus. Heel eventjes maar. Dat dacht ik dus wel, hè? Maar ik heb ook de hele badkamer schoongemaakt en de kamer opgeruimd. Goedemorgen, ik ben, het is zaterdag, ik ben nu bij mijn ouders in het huis. Kijk eens wat met welk vriendje ik nu ben. Hij is echt zo aanhankelijk nu Tim is overleden. Ja, heel aanhankelijk ben jij. Nou, ga je me nu geen kopje geven als ik film. Wij gaan sushi maken. En dat hebben we nooit gedaan. Wow, voel het. Valt hij misschien uit elkaar? Plakt het heel erg. Lekker, lekker. Hoe moet je dit rollen? Dat vind ik lastig. Wacht, zal ik het doen? Eerst de inside out. Oh, lekker man. Hoe lekker. Nou, dit is onze eerste keer sushi maken, dus ik vind het best wel goed gelukt. En dit hebben we nog lekker nog wat bij. En Stef die pakt nog wat rauwe zalm. Dus helemaal top. Goedemorgen, wij zijn wakker geworden in het huis van mijn ouders. Ik neem mijn schoenen aan en dan gaan wij zo naar... Eerst gaan we even sleutel ophalen bij Robin. Die had nog de sleutel van ons oude huis eventjes. En dan gaan we naar Rattaplan in Almere. Dat is een hele leuke kringloopwinkel. En dan gaan we naar de IKEA in Amersfoort. Dus we gaan een beetje heen en weer. Maar dat komt omdat de Rattaplan is alleen maar in Almere op een zondag open. Dus ja, we gaan met de auto van Stef Spa. Ik weet niet waar ik mijn portemonnee heb gedaan. Oh, hier. Natuurlijk. Nee, zijn nu in Rattaplan. Vind je dit mooi? Nee. Beetje groot. Zoveel. Kijk dan. Hé, hey, stoelen. Deze is zo nice. Voor al mijn kettingen en zo. Ja. Hoe duur is die? 50 cent. Wat zijn dit? Het is in ieder geval allemaal zilver. Allemaal. Wow, Stef. Het is alleen jammer dat er tekst op staat. Ja, 65 cent maar. Ja, dat snap ik wel, dat is wel jammer. Heb je nu ook niet zo heel veel instrumentaar? Op zich wel, maar dan die linker vind ik dan leuker. Die. Dat is ook wel een mooi kastje trouwens. Zo met die handvaten ook helemaal. Ja, echt cool.
is vet handig, man. Deze? Ik vind hem wel nice. Hoe duur is die? 650, daar is sowieso nergens op. Nee, klopt. Helemaal netjes op, hè. What even is this? Lijkt op gesneden banaan. Dat met een banaan. Ja. Onderweg naar de IKEA. Naar de IKEA. Hoi, we hebben net gezien dat Stefan, Stefan die had een tijdje geleden in Meester Keesjes gespeeld in seizoen 2 in de serie. En dat staat online op NPO Plus, komt pas 26 december op tv. Ik zal heel klein stukje laten zien. Hey Kees! Dag, hoi, Marie-Louise. Hoi. Hoi, ik ben Kees. Oh, Nou ja. Ik liep een rondje met Hardy, maar... Die is heel erg moe. Dus dan gaan we maar weer. Oh, echt? Jammer. Doei, Kees. Dus dat is super leuk. En nu gaan wij lekker Love Island kijken, want dat is weer online. En daar heb ik morgen ook een campagne voor. Dat het weer begint. Dus dat is ook echt very, very excited. Exciting. En nu lekker chillen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb net een online college gehad, maar hartstikke gek. Om 8:30 had ik dat eigenlijk al. Google Analytics heet het volgens mij. Nee, het heet Digital Analytics. Huiswerk daarvan ga ik vanavond maken met Stefan, want hij moet ook huiswerk maken voor zijn studie. En ik heb vandaag mijn eerste schooldag, als in ik ga echt naar Winnesheim toe. Ik vind het wel een beetje spannend, maar het komt wel goed. Het is gewoon weer een nieuwe klas. Het hele nieuwe, hoe heet het? Nieuw gebouw en zo. Dus ja. Dat vind ik altijd wel een beetje spannend. Ik heb dit aan. Crop toppie. Gewoon een strakke broek met zo'n riem en dan dit vest. Ik ben nu even aan een lunch voor mezelf aan het maken. En dan moet ik alle vaten doen. Want gisteren dacht ik, ja, ik vind het een beetje sneu voor Stef. Als hij dat dan s'avonds met mij nog moet doen, dan doe ik het wel. Maar ik merk gewoon dat ik dan de eerste dag dat ik naar school ga, dan is het zo'n stroepje en dan weet ik gewoon niet wat ik aan moet. Nou ja, allemaal first world problems. Het slaat natuurlijk echt nergens op. Maar ja, komt wel goed. En ik ga lekker dit eten. Het is vegetarisch en ik heb vlees ook erop. Lekker, lekker. En dit moet ik dus nog doen vandaag. Maar valt mee, zijn allemaal een beetje basic dingen. Nou, ik ga lekker naar de trein, bus eigenlijk. Volgens mij moet ik de bus nemen naar Lelystad en dan met de trein naar Almere. Ik neem mijn camera niet mee. Misschien ook dat de volgende keer een keertje wel doen, maar nu even niet. Ik heb een pakketje binnengekregen van een PR-bureau. Van Catrice. Echt volgens mij een goed gevulde. Maak het open. Hoe maak ik dit open? Oh zo. It's... Oeh. Misschien kan het wel. Even kijken. Een primer. Volgens mij. Pore Memorizing Serum. Een concealer. Oh.
Liquid lip balm. Ik kan hem niet zo goed zien. Hij ruikt wel heel lekker. Hey. Mineral eyeshadow palette. Ja, je ziet het wel. Oh. Hele mooie kleurtjes. Dat is echt zo'n klein paletje die je dan mee kan nemen op vakantie. Omdat echt best wel, zeg maar, de basics er gewoon in zitten. Nog een eyeshadow palette. Dat is deze. Oh, je ziet het automatisch al goed. Met deze. Ook hele leuke kleurtjes. Eyeliner, volgens mij is dit. Mooie glimmende nagellak. Nagelolie. Die van hen is altijd heel fijn. Dan droogt je nagellak sneller op. En oeh. Plumping lip liner. Deze kleur. Nice kleurtje. En natuurlijk weer bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Ja, nu gaan we heel hard lang als Bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard lang als Bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.